bank van de toekomst zal volgens mij een bank zijn die zich veel meer gaat toeleggen op het kennis overbrengen van de hoofdzetel naar de kantoren. Er zullen volgens mij ook veel minder kantoren gaan zijn in de toekomst die een gespecialiseerde dienstverlening gaan verlenen. Een gespecialiseerde dienstverlening die ook via moderne technologie tot bij de klant gebracht kan worden. Daarnaast zullen de banken zich wellicht meer gaan focussen op hun core-activiteiten, de non-core-activiteiten afstoten, meer beroep doen op hun specialisatie, meer nichebanken zullen we gaan zien. Wellicht ook wat meer beroep doen op een open architectuur. Dat alles zal er komen ten gevolge van de kapitaaleisen die voor bepaalde activiteiten gesteld gaan worden. En daarnaast denk ik dat de banken in de toekomst vooral een behoefte gaan hebben aan een stabiel regelgevend klimaat dat hen toelaat hun activiteiten verder te ontwikkelen. De rol van de overheid voor de financiële sector is dus een klimaat te creëren dat banken, zoals bedrijven in het algemeen, zich op een stabiele manier kunnen ontwikkelen. Dus dat wil zeggen economische stabiliteit, zowel als een regelgevende stabiliteit. En dat zal dus in de komende jaren zeer belangrijk zijn als in de naweeën van de crisis. Wat zal dan gebeuren in de komende jaren? Ik verwacht dat er een blijvende focus zal zijn op het zeer strikt toepassen van reglementering. Dus er zal weinig veranderen voor de banksector, dat er eventueel een vermindering komt van focus op reglementering, verwacht ik niet. Er zal vooral weer door publieke opinie verwacht worden dat reglementering nageleefd wordt, zeer strikt nageleefd wordt door de financiële sector. Volgens mij gaan de banken ten gevolge van de technologische ontwikkelingen veel meer inzetten op internetplatformen, op INM-applicaties. Nu, wat gaan daar de gevolgen van zijn? Wellicht gaan er heel veel bankkantoren verdwijnen. Wellicht gaan we veel meer outsourcing zien om aan hoogtechnologische providers te geraken die die technologie kunnen ondersteunen. En voorts gaan we uiteraard ook veel meer concurrentie krijgen, omdat er een veel grotere markt ontstaat. Het internet is uiteraard zeer groot, dus er zal een Europese, zelfs een wereldwijde markt in bankdiensten ontstaan, onderhevig aan regelgeving weliswaar en vergunningsplichten. Daarnaast, wat zullen de Belgische banken moeten doen? Zij zullen zeker in de toekomst die trein van de technologische ontwikkeling niet mogen missen, om niet ten onder te gaan aan de concurrentie en ook om de banken dicht genoeg bij de jongeren hun leefwereld te kunnen brengen.